In een ander filmpje heb ik uitgelegd wat de druk op L5S1 is voor een vrouw van 1,68 meter en 63 kilo. Nou, en dan zie je dat als ze 0 kilo tilt en ze staat 0 graden voorovergebogen, is die druk hier op de lage rug is 24 kilo. Maar naarmate ze verder voorover staat, 30 en 60 graden, loopt die druk heel erg snel op naar zelfs 124 of 176 kilo. Wat gebeurt er nou als zo iemand niet 1,68 meter is, maar een stuk langer? Nou, dat wil ik je als volgt laten zien. Kijk, ik ben nu 1,72 meter, maar nu ben ik zeg maar 1,92 meter. Nou, als ik dan dus, zeg maar zoals hier, voorover gebogen sta, zo, dan krijg je een beetje een soort giraffe-effect. En wordt die lastarm wordt heel snel heel erg groot. Waardoor die druk hier enorm toeneemt. Dus zou je zeggen, hoe langer je bent, hoe beroerder het is. Nou, dat is niet helemaal waar. Want als je langer bent, heb je ook langere armen. En kan je er ook overal makkelijker bij, zodat je wat minder ver voorover gebogen hoeft te staan. Het is ook nog zo dat als je langer bent, dan staat alles een beetje laag voor jou. Dus heb je de neiging om veel zo te werken. Dus er is ook weer wat extra belasting van die nek. Dus ja, of je nou zeg maar klein bent of je bent heel groot. De basis is dat je gewoon altijd je werk op werkhoogte zet.